Aangezien het wegennetwerk continu verandert, raden we je aan om de kaarten te updaten om ervoor te zorgen dat het navigatiesysteem altijd efficiënt werkt, zodat je de nieuwste updates voor laadpunten hebt. Dit heb je nodig voor deze update: een computer met Windows of iOS, een wifi-verbinding, een USB-stick. En de toolbox, die gratis te downloaden is via de hier in het beeld getoonde webadres. Voordat je de toolbox start, moet je eerst de digitale data voor het media navigatiesysteem op de USB-stick laden. Steek hiervoor een USB-stick in deze aangegeven poort. Druk op het navigatiepictogram en daarna op kaart en bijwerken. Selecteer nu nogmaals optie en bijwerken. Dit bericht wordt op het scherm weergegeven. Het meldt je dat de synchronisatie van de navigatiegegevens met je USB-stick wordt gestart. Wanneer dit bericht wordt weergegeven, moet je de USB-stick verwijderen. Je kunt de Dacia Toolbox app op je computer uitvoeren en je USB-stick erop aansluiten. De Toolbox app herkent je navigatiegegevens automatisch. Meld je aan als je al een account hebt of volg de instructies om een account aan te maken. Als je een nieuwe Dacia-eigenaar bent, kun je een gratis update krijgen binnen 3 jaar na aflevering van je voertuig. Klik hier om de gegevens op je USB-stick te zetten. Klik tenslotte op Verlaten. Wil je een vouchercode gebruiken of met korting kopen? Klik dan hier. Wil je nieuwe updates kopen? Klik dan hier. Selecteer de gewenste content en volg dan de instructies naar het scherm voor veilig betalen. Zodra je je bankgegevens hebt ingevuld, kun je je content downloaden door op installeren te klikken. Je kunt je USB-stick verwijderen en deze weer op het navigatiesysteem aansluiten. Start het systeem en druk hier om de update uit te voeren. Het bericht "Downloaden van updates, even geduld, verwijder de USB-stick niet" laat je weten dat de gegevens in het systeem worden geladen. Druk nu op OK en verwijder de USB-stick. De update is voltooid. De nieuwste kaarten zijn beschikbaar.